Dit is dus de diclofenac. Dat zorgt voor de pijn te stillen, 3 keer per dag. Dit is de antidepressiva. Dit voorkomt dat ik zelfmoord pleeg. Dus dat ik suicidiaal word. En ook, zal ik maar zeggen, wat rust in mijn hoofd heb. We werden eigenlijk aan een trein gezet. Die treinen werden geschuurd. Die werden van buiten geschuurd. En van binnen werden die stofvrij gemaakt en geappliceerd van het chroom 6 verf. En het eraf halen zat ook chroom 6 op. Er werd geen één veiligheidsmaatregel genomen, behalve dat ze schoenen gaven gratis. Gaven ze verder niks. Het enige wat wel werd gezegd van als je een maskertje ergens ziet liggen, dan pak die en gebruik die. Maar ze hebben niet gezegd waarom die masker daar lag en waarom we het moesten gebruiken. Wij dachten allemaal, dit klopt niet. Alleen, we waren eigenlijk als het ware gebonden met onze voet. Net een slaaf die daar moest komen en die dat moest doen. Doe je dat niet, dan werd je gedwongen of doorgegeven aan de consulent die dus op dat moment die jouw uitkering gelijk of kort of helemaal stopt. Het lukt mij niet om de dingen te doen die ik heel graag wil doen. En dus, een vader zijn voor mijn dochter.